Een hele goede morgen, dus vandaag zondag. Wij zijn op de airport. We zijn aan het ontbijten. Het is 7 uur of zo, ochtends nu. Inmiddels. We gaan zo lekker vliegen. We hebben even een ontbijtje gehaald. We hebben een broodje kalkoen. Is die lekker? Ja. Dat is lekker aan het genieten ervan. En ja, even wachten op ons vlucht. Ik ga even mijn masker weer een beetje opdoen. Ik geniet van mijn broodje. Nog te melden. Mijn vriendin die is er. Oh ja, ik heb het nog helemaal niet verteld. Maar mijn vriendin gaat mee. Emily gaat dus mee met deze trip. Normaal verzorgt ze altijd die tripjes naar Istanbul en Antalya voor de arts waar we nu naartoe gaan. En ik heb haar gewoon gevraagd om mee te gaan. Dat vond ze leuk. Dus ik heb deze trip gelukkig gezelschap. Ik wil heel eerlijk zeggen, ik was heel erg bang, zeg maar, als die dus geopereerd werd. Dat ik dan heel erg in stress zou raken. Nee, joh. Dus ik dacht, het is wel fijn als iemand meegaat, dus nu komt ze gewoon mee. Ik ben man, hè. Nu moet je zo snijden met zo'n shot dat je mensen ziet. Vanessa wil als een ananas beginnen, maar dat wil hij niet, want ik heb mijn broodje nog niet op. En dan heeft hij dus nog kans om mijn broodje te eten. Hij vroeg mij nog van, en heb je nog honger? Ja, wat is het antwoord dan? Heb je nog honger? Bitches. Jij weet, hè. Ik kreeg een broodje, je weet dat, hè. Nee, ik weet dat je het toch niet opeet. Emily is mee. Ik heb broodjes mee. Allemaal snacks mee voor ons. Hoe moet dit erin, hè? Goed kaas, wist je dat? Ja? You want to buy some broodjes? Kijk jongens, ik zit naast de beste. Ze heeft ook nog biggetjes mee voor ons. 30% minder suiker. Mijn dag kan niet meer stuk. Guys, wij zijn inmiddels bij het hotel. Ik heb even lekker gedoucht. Even mijn badpak aangeraakt. Ik ga gewoon gelijk lekker zwemmen. Nessie is lekker even aan het liggen. Hij is moe. Ik heb echt heel goed geslapen in het vliegtuig. En hij heeft echt totaal niet geslapen. Normaal gesproken is het echt andersom. Dus nu is hij lekker aan het liggen. En ik ga gewoon lekker zwemmen. Emily is al beneden. Dus dan kunnen we dat doen. Ik ben ook echt krenkje. Omdat ik gewoon echt zo erg een trek heb de hele tijd. Ik heb trouwens echt een heel chille blouseje aan van H&M. Over mijn badpak heen. Echt heel erg chill. En mijn nieuwe zonnebril van Ray-Ban. Vannacht trouwens bij een hotel dat Grand Park Clara heet. De eerste keer dat ik op vakantie ben geweest met Nessie. Het was dus gewoon in deze hotel. Dat is wel grappig. Nu even één minuut zoeken. Jongens, wat een culinair gerecht weer. Lekker een hamburger. Ik zei vanochtend dat ik ga geen hamburgers eten in het hotel. Maar kijk mij nu. Als jullie benieuwd zijn naar hoe ze hier omgaan met corona en zo in Turkije. Je wordt overal een beetje getest, hè? Bij de ingang krijgen ze een apparaat een beetje en dan gaat hij je lichaamstemperatuur een beetje meten. Waar hadden ze nog meer? Het restaurant. Oh, ook bij het restaurant. In het restaurant mag je niet meer zelf opscheppen. Dus er wordt echt voor jou door de medewerkers opgeschept. Kijk, het is gewoon echt een raam zeg maar, tussen het eten en ons. We kunnen daar ook niet bij. En ook op de airport hebben wij dus gezien dat ze met bepaalde, ja wat zijn het, met televisieschermen of zo werken. En dan kunnen ze dus jouw temperatuur ook gewoon opmeten terwijl je er langs loopt. Dus ja, het is wel heel anders vakantie natuurlijk. Maar wij zijn hier natuurlijk niet van vakantie, dus het is prima. Oh mijn god, iemand is wakker. Yes, hallo Nesim, Nesim in the house. Hi Emily, wij hebben lekker koffie. Mijn eerste Turkse koffie in Turkije. Echt? Ja. All you can eat eten in Turkije be like. Heel veel koolhydraten altijd. Ik heb rijst met kofte, patlajan en pasta. Een beetje van alles en nog wat. Nesim heeft eend met rode kool. Een paar uurtjes verder. Wij hebben gegeten. Ik heb me even opgefrist, weer even gedoucht. En me omgekleed. Ik wil eigenlijk vandaag mijn haren los doen. Maar het is hier echt zo benauwd. Dat ik daar echt absoluut gewoon geen zin in heb. Dus ik ben gewoon gegaan voor een lage knotje. Gewoon heel simpel eigenlijk. En gewoon mijn blauw jurkje. Dus, oh, yes. Flikker ik achterover. En een glossje op mijn lippen. Gewoon een simpele look. We gaan dus verhuizen naar een andere kamer. We krijgen dus de kamer voor de... Minder valide. Ja, nee, de... anders valide. Hoe noem je dat? Ik mag niet minder zeggen. Ik weet niet, hoe noem je dat? Ja, voor gehandicapten toch? In ieder geval, we krijgen die kamer dus.
En daar heeft Nissen dus meer ruimte straks. En we hebben twee appartementen, wat ook echt heel goed is voor na de operatie. Ja, man. Dus we gaan er nu even naartoe. Wauw. Perfect. Deze is een stuk groter. En we hebben een balkon. Heel chill. Kijk, en twee aparte bedden. Heerlijk. Heel simpel, maar perfect. Wij zijn nu in de lobby. Aan het wachten even op Emily, die komt dus zo aan. En dan gaan we even richting de stad. We willen daar even lekker een toetje eten. Even een lekker een theetje drinken, een koffietje drinken buiten. Gewoon even een beetje de stad verkennen. Het is hier in de avond echt mooi. Het is hier trouwens echt super benauwd. Het wordt deze week ook echt rond de 38 graden. Dus het wordt echt bikkelen. Ik denk vooral voor jou, Nessie. Wat? Echt bikkelen, aangezien het 38 graden wordt. Maar ik ga er gewoon van genieten. Ik heb al een beetje een kleurtje, zag ik net. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Heel klein beetje. Voor mij is het echt heel erg goed. Maar ik denk dat ik lekker bruin terugkom. Want ik ben hier dus voor 10 dagen. Dat is echt lang, jongens. Wat dan? Ben jij serieus? Het blijkt dus dat we een beetje laat zijn met vertrekken. Want alles gaat bijna sluiten. En nu moeten we dus naar een andere plek toe. We wonen eigenlijk naar Terra City om daar even gewoon lekker een gebakje te eten. Zoetigheid. En nu gaan we naar Antalya City. Die is tot 12 uur geopend. Dus we gaan even kijken wat we daar kunnen doen. Nou, bedankt hoor, vertaler. Ik snap er niks van. Gelukkig hebben we jou. Oké, al bla. Kijk, al die katjes hier. Hi! Ze zijn ook echt heel bang. Oh god, je hebt daar nog veel meer. Oh Nini, je hebt zoveel katten hier. Hey! Oh. Jongens, wij zijn weer terug in het hotel. Allemaal snacks gehaald van de bak al. We hebben chips. Zonnepitten, chips. Dit is de keuze dus van Emine en ze heeft gewoon chips gehaald met yoghurtsmaak. Ik heb deze Doritos gekozen, die groene met tentakelsmaak. Die is ook echt zo lekker. En we gaan eigenlijk onze avond zo een beetje afsluiten. Oh, het is echt heel mooi die kleur op achtergrond. Ja, ik denk dat ik hier bij de vlog ga afsluiten, want ik ga denk ik straks niet meer vloggen. Ik denk dat ik straks als ik naar mijn kamer ga, dat ik gelijk in slaap val. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Morgen krijg je zo'n ding in mijn neus, hè? Zo'n gekke spok. En dan zien jullie morgen. Nou, doeg!